En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Wanneer nou de versoepeling er is, ja. Betekent dat dan dat u toch op vakantie gaat, dit jaar? Ik ga wel op vakantie, maar niet in het buitenland. Ik denk ook in Nederland dagjes uitgaan. En waar bent u bang voor dan, dat u niet meer terug kunt? Nou, want het is nog lang niet weg, hè. Kunnen we versoepelen. Ja. Maar als de mensen geen anderhalve meter afstand houden, dan heb je kans dat het zo weer terugkomt. Als er geen corona was geweest, was u dan wel weg geweest? Ja, waar was u dan heen gegaan? Frankrijk of Spanje. Frankrijk of Spanje, ja. En dan rijdt u naar zelf, de hotels? Of met, zelf. Met de caravan? Of? Nee, gewoon hotel. Oké. En wat betekent dit voor u, die versoepeling? Bent u dan vrijer in doen en laten? Nee, want u moet toch uitkijken. Ja? Dus kunnen wij versoepelen, want als je maar 100 man bij elkaar gaat staan en je houdt geen afstand, dan loop je toch het risico. Ja, nou houden de jonge lui houden zich daar niet zo aan. Nee, dat vind ik triest. Ja? Dat is gewoon triest. Vindt u dat ook bedreigend voor uzelf? Nee, bedreigend. Ik let er zelf wel op. Ja. Maar het is gewoon triest. Dat jonge lui, die hebben niet in ieder geval hoe ernstig het is. Ja. En ze kunnen het misschien wat minder krijgen, maar ze kunnen het wel overbrengen. Ja, je kunt wel oplopen. Ja, dat is waar. En dan steken ze elkaar aan en dan heb je weer hetzelfde. Ja. Ik zat nu eigenlijk opgesloten in mijn eigen huis. Maar ja, ik kon nergens heen. Maar waar is die vrijheid? Waar bestaat die uit dan? Nou, ik doe vrijwilligerswerk op, mag ik het zeggen? Of? Ja, mag ik het zeggen. Oké, ik doe vrijwilligerswerk op de meent. Ja, en dat werd afgesloten. Dus ik had in één keer eigenlijk niks meer. En die gaat nu weer open? Als de meent open gaat, dan ben ik de eerste die er staat. Ja. Dinsdagsmiddags en donderdagsmiddags. En wat doet u daar dan zo? Dinsdagsmiddags ben ik koffievrouw, zeg maar, voor de Jules Boots. En voor nog meer ploegen die daar zitten, de Korenbloem en één ploeg van de Forte Welzijn nog. En donderdag doe ik met een klein ploegje mensen, bejaarde mensen, doe ik een spelletje spelen. En ook koffievrouw voor de Jules Boots. Entertainment zeg maar, doet u daar? Ja, eigenlijk wel. Ja. Zo kunt u wel zeggen. Betekent die versoepeling nou ook voor u dat u op vakantie gaat? Nee. Ik ga niet op vakantie. Ging u altijd wel op vakantie? Nou, de laatste jaren ging ik niet meer op vakantie. Nee. Dus ik blijf gewoon in eigen huis. Ja. En ik vind het net zo leuk. Dus... Ja, waarom is dat net zo leuk? Ja, je kunt toch meer dingen ondernemen als je in je eigen dorp bent, zeg maar eigenlijk. Dan ken je weg en weer steg. Ja. En als ik in een vreemd land kom, dan ken ik geen mens. Nee. En ik ken de taal niet. Nee. Dus ik blijf gewoon in Nederland. Ja, dat is waar. Maar u bent wel blij dat die versoepeling er is. Ja, en u hoopt ook dat het nog meer wordt, die versoepeling? Ja, ik hoop het van wel, ja. Ja. Al is het maar de omarming van je kind. Oh ja, dat is natuurlijk ook zo. U hebt kinderen en kleinkinderen ook? Ik heb ook kleinkinderen, dus ik kan ze niet omarmen. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk, ja. Ja. Maar ze doen het voor uw veiligheid, ja, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar toch, aan de ene kant heb ik wel zoiets van, laat het maar soepeler worden. Dan kan ik tenminste toch weer wat meer doen met ze. Dan dit alleen zo van hier zit jij en hier zit jij en ik zit hier. Dat is het probleem van alle opa's en oma's hier in Nederland. Juist. Dus het wordt tijd dat het wordt versoepeld voor de oma's en de opa's. Ja. Want die hebben het zwaar. Nou, dat betekent voor mij dat ik iets meer eruit kan. Hè? Want ik hoor bij de risicogroep, dus ik blijf er veel thuis. Maar op een gegeven moment wil ik er toch uit. Ja. En vooral als je een keer een terras kunt pakken, dat is natuurlijk wel prettig. Ja. Dan kom je wel onder de mensen. Gaat u ook nog op vakantie dit jaar? Nou, wij gaan ieder jaar vakantie, maar niet meer ver. Geen buitenland. Wij vinden ons eigen land prachtig. Ja, en waar gaat u, weet u dat al? Zegt u? Waar u heen gaat, weet u al? Nou, niet precies, maar het wordt wel aan de zee. Aan de zee? Scheveningen, Katwijk. Noem maar op, Zandvoort. Het zal erg druk worden als ik het zo hoor. Iedereen die gaat naar de zee, hè? Ja, dat klopt, maar onze standen zijn groot. Ja. En wij, we werken niet meer, dus we kunnen door de week gaan. In het weekend moet je daar niet komen, maar door de week is het natuurlijk nog wel. Er zijn er nog wat plaatjes. Maar gaat u dan dagjes uit of gaat u aan een gesloten ergens naartoe? Nee, meestal één nacht. Eén nachtje overnacht. Twee nachten tot we drie dagen daar zijn. Ja. Ja, als je hier om 8 uur in de auto stapt, dan zit je om 10 uur aan de cappuccino en aan de zee. Ja. Dus wat dat betreft is het
dichtbij. Die versoepeling, vindt u dat een goede zaak, dat het versoepeld is? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, ja? We moeten natuurlijk... Is het niet te snel? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Nee. Dat is altijd afwachten. We moeten ons maar naar de richtlijnen van de regering, daar moeten we ons maar aan houden. Want iedereen zou willen dat we morgen weer alles kunnen. Ja. Maar die anderhalve meter, dat zal voorlopig nog wel even duren. Wat gemakkelijker naar de markt gaat, bijvoorbeeld. Ja, dat deed u niet meer? Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Het is de eerste keer dat ik na corona weer op de markt kom. Zo, dat is, voor de marktlui is dat leuk, dat ja. U dat doet. En voor mezelf ook, dat is toch altijd wel een beetje een uitje, hè? Ja, voelde u zich een beetje opgesloten dan, afgelopen maanden? Nee. Niet? Nee. We boffen gewoon met een mooi huis en een mooie tuin. Ja, dat is waar. Dus dan, en een mooie omgeving. Maar zomaar op een fletje wonen zonder balkon, dat hè? Dat is afschuwelijk. Ja, ja. Ja. Gaat u nu ook op vakantie, nou die versoepeling er is? Nee, ik ga niet op vakantie. Ook niet in Nederland? Nee. Waarom niet? Omdat hier de omgeving zo prachtig is. Ik woon in Plasmolen. Daar heb je alles wat je hebben wilt. Dus u hebt altijd vakantie? Ik heb altijd vakantie, ja, bijna wel. Dan zou je er toch een keer uit willen om geen vakantie te willen hebben? Nou nee hoor, ik voel me prima. Ja, maar u blijft dan in de tuin zitten en dan geniet u? Ja, nou ja, wandelen op de Jansberg, op de Mokenhei. Je bent met de pont zo naar Kuik. Ja. De omgeving is zo mooi. Ja. Nou, we zijn echt huisgebonden op het ogenblik. Ja. In verband met de gezondheidstoestand van ons allemaal en de categorie waarin we zitten, de leeftijd. Dus ik ben alleen bang als de vakantiegangers allemaal terugkomen, dat dan weer einde versoepeling wordt. Want ja? Als ze allemaal mee kunnen brengen, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Het feit dat de jongeren zich niet zo houden aan die anderhalve meter, is dat minder bedreigend? Het zijn niet alleen de jongeren die op vakantie gaan, het zijn ook best ouderen die op vakantie ja? gaan. En die kunnen het ook mee terugbrengen. Ja. Want het is lang niet overal even soepel als dus u denkt dat die golf terugkomt nadat de mensen terug zijn van vakantie? Daar ben ik bang voor. U bent er nu nog niet bang voor dat het nu gebeurt? Op dit moment niet, dus er gebeurt nog niks. Maar dan zou er best een probleem kunnen ontstaan. Betekent dat ook dat nu de versoepeling er is, u ook op vakantie gaat? Nee, ik ga niet op vakantie. U ging nooit op vakantie? Ja, we gingen jaarlijks op vakantie, meerdere maanden. Maar, naar het buitenland? Ja, maar daar zit het niet in. Nee. Zit er niet in omdat u qua gezondheid dat niet wil? Ja, qua gezondheid. Nee. Nee. Ook niet in Nederland? Misschien een weekendje weg, maar voor de rest, nee. Dan houdt het op. Ja, ik denk wel dat er veel mensen wat minder strikt zijn eigenlijk, denk ik, onder de jongeren. Dat ze wel niet zo aan de regels houden af en toe dan de ouderen, nee. Denk ik. Want ze doen het niet voor zichzelf natuurlijk, maar ook voor de ouderen dat ze die regels... Wel, ja. Want ze zijn wat ouder, ze kunnen het wel overbrengen natuurlijk. Ja, zeker. Maar ik denk ook gewoon dat heel veel ouders ook wel strenger zijn naar kinderen toe daarin. Maar dat ze veel minder mochten. Ja. Kijk naar mijn thuis, was het ook in het begin dat ik wel minder mag dan nu alweer. Nu mag ik wel weer meer met vrienden omgaan. Maar je hoort ook dat als er een feestje is en mensen die zijn wat tipsy geworden, gaan ze toch aan elkaar hangen. Ja, dat is wel Dat merk ik ook wel af. Nou zit jij in de horeca. Ja. Moet de horeca daar zelf op letten dat dat niet gebeurt? Ja, op zich werken wij dan in een lunchroom, dus dan valt het is dat niet zo aan de orde. Nee, dat is op zich niet heel erg aan de orde. Dus met mensen bij mij, als ik moest werken, was dat dan nooit, is dat niet gebeurd. Nee. Oké. Okay. Nou. Ik wens jou nog een heel goed jaar toe en toch maar een leuke vakantie dan in Nederland dan maar. Ja, ik ga wel een weekendje met mijn ouders. Gezellig ook. Ja. Oké, bedankt hè. Dag. RM7